Nou, wat we vandaag gaan doen, wij reizen straks af naar Schiedam met twee busjes. En daar gaan wij naar de stichting Ipse de Brugge. En Ipse de Brugge is eigenlijk een dagbesteding. Dus mensen komen naar 's ochtends, gaan 's avonds weer naar huis. Voor geestelijke en verstandelijke gehandicapten. Ruben wilde iets maatschappelijks, wilde eigenlijk jullie meegeven wat het is als je het niet zo goed hebt als wij allemaal. Lichamelijk of geestelijk op een andere manier in het leven staat. Jullie zijn gezond, jullie hebben ook nog eens exceptioneel talent. Jullie hebben het echt goed voor elkaar. Het is natuurlijk heel bijzonder om mensen te zien, kinderen, jongeren te zien, volwassenen te zien, die lichamelijk en of geestelijk gehandicapt zijn. Ik denk dat heel veel jongeren op 15, 16-jarige leeftijd daar helemaal niet in aanraking mee komen. Ja, en dat ervoor zorgt dat het ook voor de jongens een hele bijzondere ervaring is. Maar ook voor de cliënten een bijzondere ervaring is dat er jeugdspelers van Sparta komen om hier een clinic te geven. Dus ja, aan beide kanten is het denk ik erg bijzonder en voor beide kanten heel waardevol om dit te doen. John van Doorn, we zijn vandaag bij Ipse de Brugge. Kunt u uw band met Ipse de Brugge uitleggen? Ja, ik heb een gehandicapte dochter gehad. Die is helaas 9 jaar geleden overleden. Heeft altijd op het Zonhof in Vlaardingen gezeten, een Ipse-instelling. En heeft haar laatste jaren ook op deze locatie in Schiedam gezeten. Dus daarom ben ik ook heel erg betrokken bij Ipse. Ja, hoe is het voor u om hier vandaag in deze hoedanigheid te zijn? Wel confronterend. Het is de eerste keer dat ik op deze locatie terug ben na het overlijden van mijn dochter. Dus ik ben er eigenlijk een beetje van weggelopen. Maar ik denk ook wel goed is om hier weer een keer te zijn. Knap dat u met de onder 17 al vandaag mee bent gaan. Ja, ik vind het heel leuk. Een leuk initiatief ook van de betrokken Spartaan om deze groepen te omarmen. Toch plezier kunnen maken, terwijl ze wel minder zeg maar, kunnen doen. En ik ben blij om hier te zijn vandaag. Is het ook confronterend, want jullie zijn topsporters, jullie hebben het lichaam waar jullie in principe alles mee kunnen doen. Is het dan ook confronterend om te zien dat deze mensen dat niet kunnen? Ja zeker, want net gingen we gippen met hun en ik kan toch wel zien dat ze er wel moeite mee hebben. Maar ik vind het toch mooi om te zien dat ze toch wel gewoon blij mee zijn met wat ze kunnen doen. Dat vind ik ook wel zelf mooi te zien. Ja, jullie hebben ook vandaag een check uitgereikt waar Ipse de Brugge naar een pretpark mee kan. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou, ik wist van Ipse de Brugge dat er een wens was om een keer met de hele groep iets leuks te gaan doen, een pretpark bezoeken. Dus heb ik het zo geïnitieerd met een DNS, met een Eurocaps als maatschappelijk sponsor en nog wat giften van andere partijen om ook iets leuks terug te doen voor een derde partij. Dus niet alleen de stichting draaiende houden met het ontvangen geld, maar ook eens een keer iets leuks te doen voor een derde partij. En in dit geval konden wij Ipse op pad sturen naar een pretpark naar keuze.